Een bestuurswissel bij de ondernemerskring Woerden. Al bij de groei neemt hij 7 jaar afscheid als bestuurslid. Ik kijk terug op een hele leuke periode waarin ik veel geleerd heb. Voor mezelf, maar ook van de leden, van mijn medebestuursleden. Van de politiek, van hoe de hele dynamiek van een samenleving werkt. Dus een hele leuke en mooie periode geweest. De OKW behartigt de belangen van ondernemers in Woerden. Maar over het feit of Albert in 7 jaar tijd al zijn doelen heeft bereikt, is hij stellig. Ik heb niet bereikt wat ik wil. Maar ik denk dat ik realistisch moet zijn. En ik denk dat we wel in de afgelopen 7 jaar onze wensen weer iets dichterbij hebben gebracht. En dat we zaken continu zijn blijven agenderen. En dan heb ik het met name over de maatschappelijke zaken, de netwerkbijeenkomsten en dergelijke, die we zelf, dat is hartstikke mooi en hartstikke leuk geweest. Maar de grote vragen als de bereikbaarheid in Woerden en de ruimte om te kunnen ondernemen, ja, die thema's die zijn de afgelopen 10 jaar aan de orde geweest. En we hebben daar, en ik heb daar ook persoonlijk de afgelopen 7 jaar heel hard aan geduwd om ze op de agenda te houden. En het laatste coalitieakkoord geeft toch het gevoel dat bij alle partijen er in ieder geval nu wel oor voor is. En nu hopen dat het natuurlijk ook goed uitpakt. Albert wordt opgevolgd door Heidi van Woudenburg, directievoorzitter van de Rabobank Rijn en Veenstromen. Ze draait al sinds september mee. En het kerstverse bestuurslid heeft direct een duidelijke koers voor ogen. Ik denk zelf qua ondernemersklimaat dat het heel erg belangrijk is om te kijken of je met elkaar tot een visie op de toekomst kan komen. Want dan kunnen heel veel van de dingen waar je mee bezig bent aan diezelfde toekomst bijdragen. Voor mijzelf is daar ook een onderwerp als circulaire economie heel erg belangrijk in.